Goedenavond allemaal. Ja, sustainable transport, a capital choice. Die keus begint natuurlijk direct al individueel. En daarom eerst een vraag naar jullie toe. Comment êtes-vous venu ici? Qui est venu en transport public? Wauw. En who came by bike? Great. Geweldig, dan zijn jullie heel goed bezig. Want wat is het probleem met ons transport? Nog beter. Wat is het probleem met ons transport in Brussel? Is dat er eigenlijk veel te veel een overdaad aan het autogebruik is, wat heel wat pollutie in de stad meebrengt, heel wat fijnstof, 72% daarvan is te wijten aan het autogebruik. Daarnaast heeft Brussel ook de grote eer om wel elk jaar in een of ander lijstje in de top 3 te staan van meest gecongesteerde steden. En dus zitten we daar niet enkel met een sociaal, maar ook een economisch en een ecologisch probleem. We moeten dus gaan naar een meer duurzaam transportsysteem en daar zijn ook heel wat mogelijkheden toe. Ik heb die mogelijkheden ingedeeld in de 4 A's. In het Engels, in het Nederlands zijn dat de 4 V's. En in het Frans kon ik geen enkele letter vinden die passen. Maar dus in het Engels, avoidance, laten we daar even mee beginnen. Avoidance of vermijden, dat kan je allicht voor het werken natuurlijk, kan je bijvoorbeeld gaan thuiswerken, telewerken. Of bepaalde conferenties, niet specifiek daar fysiek naartoe gaan, maar teleconferenties. Dus een mogelijkheid inderdaad om te gaan vermijden. We hebben onlangs een project gedaan voor Leefmilieu Brussel, waar we hebben gekeken naar ja, wat is dan dat potentieel van telewerken. En we zagen zelf in die bedrijven waar er al een opening is om als werknemer te telewerken, waren er ook nog heel wat die het niet deden en dat heel graag zouden doen. Telewerken dan, of bijvoorbeeld ook in een satellietkantoor gaan werken en daardoor de files te vermijden. Nu, je kan ook, als je dan wil vermijden, je kan een carsharing doen. Daardoor vermijd je al het aankopen van een wagen, wat uiteindelijk ook heel wat openbare ruimte inneemt. Je kan gaan carpoolen en het idee van carpoolen wordt ook gebruikt in het goederentransport. Echt gaan zorgen dat je vrachtwagens niet meer half leeg of leeg aan het rijden zijn, maar volledig met bundelen van goederenstromen meer optimaliseren. En in een stedelijke context is dat heel makkelijk te doen door de installatie van een stadsdistributiecentrum. En in een project van Innoveris, samen met de ULB, zijn we aan het kijken voor Brussel, waar zou zo'n stadsdistributiecentrum kunnen ingeplant worden, hoe zou dat kunnen werken? Kunnen we dan bijvoorbeeld ook de hele distributie in de stad met elektrische voertuigen laten plaatsvinden? En op die manier heb je eigenlijk een grote optimalisatie en geen ongelooflijk veel bestelwagens die half leeg de stad inrijden. Een mogelijk concept dat we deze zomer hebben uitgetest in een Europees project is het mobiel depot van TNT. Elke morgen heeft dat mobiel depot eigenlijk ja, een omgebouwde truck, wel specifiek ontworpen voor het idee hier, werd naar het Jubelpark gebracht en van daaruit werden alle pakjes van TNT getransporteerd met elektrische fietsen. Het voordeel, in plaats van 6 of ja, gemiddeld 5,5 bestelwagen, elke keer in Brussel te laten binnenrijden en te laten rondrijden, heb je dus maar 1 keer dat mobiel depot dat binnenrijdt in de ochtend en dan enkel elektrische fietsen. Het voordeel is dus heel duidelijk. Op vlak van CO2 en op vlak van kleine stofdeeltjes was het voordeel, als we dan de evaluatie maakten, enorm. Op dit ogenblik zijn we nu wel aan het kijken hoe kunnen we dit financieel haalbaar maken, want voor TNT, operationele kosten zijn daar verdubbeld. Je hebt veel meer behandelingskosten en dus dat zijn we nu verder aan het bekijken hoe dat we dat verder kunnen optimaliseren. We kunnen ook naast avoidance, en ook dat was een beetje een moeilijke om echt een A voor te vinden,
Je kan eigenlijk ook een shift, een verschuiving doen naar meer milieuvriendelijke transportmodi. Dus dat noemen we dan de act en shift, verschuiven naar bijvoorbeeld spoor en binnenvaart. En in Brussel, wat hebben we hier? Een prachtige Brusselse haven. En zoals heel wat steden zijn wij inderdaad gelegen aan dat kanaal, dat we op dit ogenblik minder en minder aan het gebruiken zijn. In het buitenland zijn er heel mooie voorbeelden van hoe dat men die binnenvaart en die mogelijkheden van de binnenvaart opnieuw gebruikt voor stadsdistributie. Hier op de linkerkant zijn er twee voorbeelden van Nederland. Eerste is de City Supplier in Amsterdam. Tweede, de bierboot in Utrecht. Een elektrische boot die drank naar de horeca brengt in Utrecht. En aan de rechterkant twee voorbeelden uit Parijs. Waar Franprix, een supermarktketen, zijn containers via de binnenvaart naar de Parijse binnenstad brengt. En onderaan een voorbeeldje, Ver Chez Vous. Een beetje zoals het mobiel depot van TNT. Maar dan in plaats van een depot, heb je eigenlijk als depot een elektrisch schip. En opnieuw dan het verdere vervoer met elektrische fietsen. Dus heel wat voorbeelden. Dus op dit ogenblik zijn we aan het kijken, kunnen we niet voor de haven van Brussel ook heel wat paletvervoer, dat nu via de weg gebeurt, verschuiven naar de binnenvaart. En we hebben gekeken zowel naar bouwmateriaal, maar ook naar fast-moving consumer goods. Zijn er voldoende? Kunnen we op die manier een overslag plaatsen of meerdere overslagplaatsen in de haven vinden en op die manier opnieuw een verschuiving naar de binnenvaart mogelijk maken? Nu, je kan ook gaan verschuiven gedurende de dag en dus ook op andere momenten van de dag gaan leveren en op die manier de beschikbare infrastructuur beter gaan gebruiken. En dan spreek ik over nachtleveringen en ook daar gaan we enkele pilootprojecten starten. 5 supermarkten van Colruyt en De Lijs die we in december en januari, ik kan nu goed kijken, woon ik daar vlakbij. Want daar gaan we dus testen of dat inderdaad een oplossing is. Is dat inderdaad interessant qua logistiek? Maar ook kunnen we dat op een zo stille manier doen dat de omwonenden daar geen last van hebben. Nu, verschuiven willen we natuurlijk ook voor het personenvervoer. En ik zie hier in de zaal dat jullie al helemaal weg mee zijn in het verschuiven naar openbaar vervoer. En als we de Beldam-gegevens, dat is een enquête die onlangs gebeurd is en die we hebben kunnen analyseren dankzij een project samen met ULB en Saint-Louis voor Innoveris. En waar dat we dus zijn gaan kijken, wat is het verschil tussen hoe dat mensen zich nu verplaatsen en 10 jaar geleden? En we zien daar eigenlijk voor het pendelverkeer, voor mensen die van en naar Brussel gaan, dat er eigenlijk al een positieve verschuiving is naar het openbaar vervoer. Dus meer het gebruik van het spoor. En ook voor de verplaatsingen binnen Brussel zien we een positieve verschuiving. Dus minder de wagen en meer de meer milieuvriendelijke transportmodi. Dus zelf het stappen is de grootste transportmodus geworden. Nu, ik hoor jullie al denken, waarom zien wij dat dan niet in het straatbeeld? Waarom is er nog altijd zoveel congestie? Wel, ondertussen is de vraag, de afgelopen 10 jaar, is de vraag ook toegenomen. Er zijn gewoon meer mensen in Brussel komen wonen, in de rand. En dus, moesten we deze verschuiving niet hebben gekend, dan hadden we nu al een volledig verkeersinfarct gehad. Nu, in de toekomst verwachten we ook nog veel meer bevolkingsgroei. En dus ook daar moeten we blijvend gaan investeren in dat verschuiven, in het zoeken naar oplossingen om dat openbaar vervoer, fietsen en stappen te stimuleren. Nu, een derde mogelijke manier om te gaan naar duurzaam transport. En als we dan toch met de wagen moeten gaan, laten we dan anticiperen op nieuwe technologieën en het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren. Brussel is daar een perfecte milieu voor. Hey, je hebt bovendien, dankzij zulke wagens, geen enkel fijnstof, geen enkele lokale emissies. Ook voor het goederenvervoer zijn
Ja, dit is onze elektrische wagen die we op de VUB mogen testen. Ook voor het goederenvervoer komen er steeds meer elektrische voertuigen op de markt en zijn dus beschikbaar. We zijn ook gaan kijken, ja, is dat dan economisch haalbaar? Zijn die competitief ten opzichte van de gewone dieselvoertuigen? En zeker voor de kleinere type wagens zijn die inderdaad interessanter als je dat bekijkt over een gehele levensduur van zo'n wagen. Dus heel wat mogelijkheden. We kunnen vermijden, we kunnen verschuiven en we kunnen verschonen. Maar wat je ziet in de praktijk is dat heel veel van die maatregelen falen in de praktijk. En naar mijn inziens gaat dat omdat we te weinig rekening houden met alle betrokken stakeholders. We moeten echt gaan kijken en begrijpen wat willen die stakeholders. Als je kijkt naar stadsdistributie bijvoorbeeld, dan heb je de verladers die de goederen sturen via een logistieke service provider naar veelal bedrijven, winkels, maar ook meer en meer naar mensen die via internet zaken gaan bestellen. Je hebt ook natuurlijk de context die geschapen wordt door de regio en door de gemeente. En we hebben ook de Brusselaars die in Brussel wonen. Allemaal actoren die bepaalde doelstellingen hebben. En als je bijvoorbeeld nachtdistributie gaat invoeren zonder rekening houden met die omwonenden, wel dan krijg je klachten en kan je het gewoon vergeten. Heel wat stadsdistributiecentra implementaties zijn ook gewoon gefaald, omdat er heel vaak gedacht wordt vanuit een stedelijke context, wel ja, dit gaat inderdaad ons probleem oplossen, maar als je de winkeliers en de transporteurs niet mee hebt, wel ja, dan wordt dat gewoon niet gebruikt en kan dat gewoon niet verder gaan. Hetzelfde bij het openbaar vervoer. We willen allemaal die verschuiving naar het openbaar vervoer. Maar als er niet voldoende capaciteit is, als er niet voldoende lijnen zijn, of als de lijnen worden doorgeknipt, daar waar mensen duidelijk niet graag willen overstappen, wel, dan gaat het gewoon niet werken. Dus belangrijk is dat we naar elkaar luisteren, dat we rekening houden met al die stakeholders en we hebben daar ook een specifieke methodologie voor ontworpen, de multi-actor, multi-criteria-analyse, waar we van in het begin kijken wie zijn de betrokken actoren, wat zijn hun doelstellingen en hoe kunnen we dat mee betrekken in het beslissingsproces. Nu, hier zitten we. Ja, wie zijn dan die Brusselse actoren? Wel, dat zijn jullie allemaal. En dus, mijn uitnodiging is, alsjeblieft, praat met elkaar, of nog beter, luister naar elkaar. En ondertussen denk aan vermijden, verschuiven en verschonen. Dank je wel.